Hoi allemaal, daar ben ik weer. Welkom weer op mijn kanaal Cooking Mama Mari. Vandaag gaan we weer een Spaans gerecht maken. En dat is een recept waar al een paar keer om gevraagd is. En het is namelijk empanada. Nou, empanada, het woord zegt het al, pan is brood. Dus het is eigenlijk gevuld brood. Je kan hem vullen met wat je ook maar wilt. Wij gaan hem vandaag maken met kippendijfilet. Maar met bijvoorbeeld tonijn uit blik is die ook heerlijk. Of zelfs met verse sardientjes. Ik gebruik vandaag wijn in het deeg. De alcohol zorgt ervoor dat het deeg gaat rijzen. Niet zoveel als met verse gist. Je kan de wijn ook vervangen door melk of water. Dan zou ik wel aanraden om de gisthoeveelheid te verdubbelen. Het lekkerst vind ik het als het deeglaagje mooi dun is. Dus zo ga ik hem ook maken. Ik ben er dus klaar voor. Dus blijf kijken. Dan gaan we lekker met de handjes in het deeg. En dit zijn onze ingrediënten. We gebruiken een steelpannetje, want we gaan alle natte ingrediënten erin doen. Dus een half glaasje water, een half glaasje witte wijn, een half glaasje olijfolie en een half glaasje melk. Hier doen we de verse gist bij. En dit gaan we een beetje opwarmen. Zodra het mengsel op lichaamstemperatuur is gekomen, dus rond een graad of 37, halen we hem van de warmtebron af. Gieten het in onze beslagkom. Dan doen we de bloem erbij. En een theelepel zout. En dan gaat het de mixer in. Zo, we gebruiken de deeghaak. En dan zetten we de machine aan gedurende 5 minuten. Zo. Na 5 minuutjes is dit onze deegbal. Een mooie bal. En omdat we een warm mengsel hebben gebruikt, is het deeg ook lekker warm. Kijk eens wat een mooi deeg. Zien jullie dat? Echt mooi. En lekker warm. Dus deze gaan we zo laten rijzen. We doen er een vochtige theedoek overheen. Ik stop mijn deeg in de oven. Die heb ik opgewarmd op ongeveer 50 graden. Dan is het tochtvrij en lekker warm, dus dat is alleen maar goed voor het deeg. Ondertussen heb ik de kippendijfilet gesneden en de paprika. Nu nog de uien en dan gaan we het mengsel maken. Dit zijn de ingrediënten voor de vulling. Voor het mengsel gaan we flink wat olijfolie opwarmen in de pan. We gebruiken flink wat, want we willen straks het mengsel lekker laten sudderen. En dan hebben we best wel wat olijfolie nodig. Overtollige olie gieten we eventueel af, dus maak je daar niet te druk om. Dan doen we de uitjes erbij en de paprika. De kip gaat er pas aan het einde bij en die gaar ik niet helemaal, want ik wil dat de vulling niet te droog wordt. En dit gaan we even zo zeker 10 minuutjes laten pruttelen. De 10 minuutjes zijn voorbij. Dan gaan we het groene prutje eraan toevoegen. Zo, drie schepjes. We doen er een theelepel zout bij. En de paprika poeder, daar wachten we nog even mee, want die verbrandt altijd erg snel. Dus we bakken eerst even een beetje de knoflook. En dit laten we nog even 5 minuutjes sudderen. Zo, deze 5 minuten zijn ook voorbij. Nu ga ik snel de kip toevoegen.
voordat mijn uitjes te donker worden. Nu doe ik er 1, 2, 3 theelepels paprikapoeder bij. En wat kleurstof. Het kleurtje. Lekker ruikt het. En ik doe eigenlijk nu gelijk het vuur uit. De kip die gaat nog even lekker straks door in de oven. Want dan gaat die ook nog zeker 20 minuutjes in. En daar ben ik weer. Ondertussen is het uurtje bijna voorbij. Dus ons deeg is bijna klaar. Dus ik kan nog even wat anders doen in de tussentijd. Tot zo. Zoals jullie kunnen zien heb ik een bakje onder de koekenpan gezet. Zodat overtollige olie naar beneden is gestroomd. En dan gebruiken we zo alleen de vulling met zo min mogelijk olie. En die olie die gebruiken we eventueel straks om ons deeg nog eventjes mee af te kwasten. Zo. De empanade die we gaan maken, die ga ik in dit bakblik bakken. En we kunnen uiteraard bakpapier erin doen, maar ik kies liever voor een beetje olie in het blik. En dan spreid ik zo uit. Perfect. Deze zetten we nu eventjes aan de kant. En dan halen we ons deeg erbij. Mijn hand is nog steeds vettig, dus het is alleen maar goed. De deeg is lekker warm. Hij is niet super gerezen. Maar hij heeft goed gerust en daar gaat het om. Ik kneed hem eventjes door. Snij ik hem door midden. Strooi je een beetje bloem uit. We willen niet te veel, want we willen ook niet dat het deeg weer droog wordt. En dan gaan we hem uitrollen. Til op. Kwartslag draaien. Zo. Nu is hij mooi dun. Deze leggen we zo half op de rol. En die brengen we naar ons bakblik. Of we brengen het bakblik naar ons. En die laten we zo rustig erin vallen. Kunnen we hem nog een beetje uitspreiden. En zo is hij perfect. Dan haal ik de vulling erbij. Ik laat nog steeds de olie onderop liggen. Het is ook belangrijk dat die al is afgekoeld. Als je de empanada nou met tonijn bijvoorbeeld wilt maken, dan maak je het uien paprika prutje. Doe je gewoon aan het einde, als de uitjes lekker zacht zijn, uitgelekte tonijn erbij. En die hoeft helemaal niet gaar te worden. We laten een randje deeg zonder vulling, omdat we die straks nodig hebben om te vouwen. Deze zetten we weer eventjes aan de kant. Doe nog een beetje bloem op mijn aanrecht. Dan gaan we ons andere deegstukje uitrollen. Heel mooi flexibel deeg. Leggen we op de deegroller en dan leggen we het deeg erop. Aanpassen. En ik wil niet te veel deeg rond de randjes. Dus dit overtollige haal ik weg. In principe is hij dicht. Maar we moeten hem goed afsluiten. En dat doe je op de volgende manier. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Je pakt het deeg. Met je wijsvinger druk je hem naar binnen. Met je andere wijsvinger druk je hem eromheen. Zodat je dit randje krijgt. Ja? Dus ik pak nu weer een stukje deeg en die druk ik ook weer naar binnen. Eén wijsvinger blijft op zijn plek en de ander drukt hem er eigenlijk omheen. En zo doe je dat voor het hele randje. En dit is hem dan. Helemaal dicht. We maken alleen nog even een gaatje in het midden, zodat er eventueel stoom uit kan komen. En met de overblijfsels van het deeg versier je de empanada naar eigen inzicht.
En met de olie die we over hadden, kwasten we de empanada nog even helemaal af, zodat we straks een bovenkant hebben met een heerlijke smaak. En onze empanada is klaar. De oven is inmiddels ook warm, dus hij gaat erin. Zo, ik ben precies op tijd voor het belletje. 20 minuten zitten erop. En ik denk dat hij perfect is. Dus we gaan hem even laten afkoelen. En dan snij ik hem zo voor jullie aan. Dit is nog de olie die ik over had. Die heb ik gezeefd. En die gebruiken we nu nog eventjes voor een klein beetje glans te geven aan de empanada. Zo, dit moet hem zijn. Even een stokje. Heerlijk. Lastig altijd, hè, om te wachten. Nou, ik kan ook niet meer wachten. Ik heb zo'n zin om te proeven, dus ik ga lekker een stukje aansnijden. Stokjes, lekker. Zien jullie dat? Kijk, de bodem is ook mooi. En hij is zo mooi dun. Nu komt het leukste gedeelte, want nu mag ik lekker proeven. Hij is nog wel heel heet hoor. Dus ik neem een stukje kip. En een stukje deeg. Oh, het ruikt zo lekker, verse banaan. Lekker. Neem nog een hapje. En die stokjes, die zijn lekker om op te peuzelen. Nou mensen, dat was weer een nieuw recept van Cooking Mama Mari. Vond je een leuke video? Druk dan even op liken. En als je de video wilt delen, vind ik dat hartstikke lief. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Subscribe je dan. Het is helemaal gratis. Het kost echt helemaal niks. Je doet mij er een enorm plezier mee. En als je ook op het belletje drukt, word je op de hoogte gehouden van alle nieuwe video's. En stuur me suggesties, hè. Want ik denk misschien wel van, nou, dat willen ze leren of dat willen ze leren. Maar willen jullie heel wat anders leren? Dus stuur mij gewoon suggesties. En ik zie jullie weer heel graag bij een nieuwe video. Ciao, amores!